Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van TTM TV. Mijn naam is Arjan Veldhoven en het is weer zover. Wat is zover? Het testseizoen gaat weer beginnen. En vandaag is het zover met deze auto. Hij komt nu in beeld, daar is hij. Deze mooie lichtblauwe jongen, de Scania S500. Gaan we vandaag mee op stap. Kom maar mee. Zijn we onderweg in deze Scania S500. Johan zit achter het stuur, want het is een veel betere chauffeur dan ik ben. Deze cabine kennen we natuurlijk al. Het is de Highline cabine met de vlakke vloer, de S. Die we ook hebben gehad in de test met de 730 pk V8 motor. Wat wel nieuw is, is een aantal veranderingen aan het Active Prediction systeem. Een van de dingen die ik heel mooi vind is iets dat Pulse & Glide heet. We kennen natuurlijk al dat de auto ziet hoe we rijden in heuvelachtig gebied. Maar Pulse & Glide is eigenlijk bedoeld als het wat vlakker is. En daar ziet de auto dan toch nog hoe die optimaler kan rijden dan wat hij al doet. Hij geeft soms een heel klein beetje gas bij om daarna uit te kunnen rollen. En dat is een fantastisch mooi systeem om te zien. En ja, je ziet gewoon dat die hele auto de hele tijd bezig is om te rekenen waar... Hoe kan ik zo efficiënt mogelijk rijden en zo goed mogelijk met de brandstof die ik heb omgaan? En ja, sorry chauffeurs, ik moet het echt zeggen, maar die auto is gewoon slimmer dan jullie ooit geweest zijn. Het klinkt misschien niet mooi, maar het is wel zoals het is tegenwoordig. En alles voor brandstofverbruik zullen we maar zeggen. Wij rijden nog lekker verder naar de lunch en tot later. KTM en ook Scania houden zich prima aan de rij- en rusttijden, dus dat betekent 4,5 uur zat erop voor Johan. Dus ik mag ook nog een stukje, laatste stukje, naar de grens Nederland-Duitsland. Beetje vakantieverkeer, maar ik denk wel dat het goed gaat. En daar staan we na dik 500 kilometer de S500 af te tanken. En hoeveel liters dat worden? Tja, hoeveel liters deze Scania S500 heeft verbruikt op onze TTM testroute, dat horen jullie later. En jullie lezen het in TTM Magazine nummer 3, dat verschijnt eind juni. Ik zeg voor nu hartelijk dank voor het kijken. Geef een duimpje als je deze vlog leuk vond. En ik zie jullie graag een volgende keer. Hoi!